Saying 90. I am important, she's my doorman. You know me from a bloody nose and two feet. If I wasn't a human, then I breathe. Where do I belong? Then probably how do you see me? Ik kom van Casanova's handelsembargo. Ze willen dat spit de ganse dag. Hoe lang am Broly? Ik had het gisteren in mijn hoofd. Ik wou deze mijn vorige post, maar ze tonen ze faals. Lopen to me, nu zijn de prekken boos op boos beloofd. Ik was altijd belast, hardlopen, keelhond, de long embolie. Popbats, ze won de sterrens contest. Starring me as a fan. Dat altijd zeer content, I started to becoming gek. Deze pop was eerst in de voorgrond, in mijn wooncottage. Uit de kont vertrekt een beursje, ah laat het in de stommage. Draag je over mijn shoulders, de volgende like burial. Dromen vol, koets, koude dak, kids, mural. Wel de livering equip, dan relief, de gears burn als sask. Al ben ook weer uit mijn bewustzijn. No flaws, precautionate, dat fout ik nog gehoorzaam. Maak één error als error help. If I'm important, she is my doormat. You know me from my bloody nose and feet. If I wasn't human then, I'd read where do I belong, then probably how do you see me? Ik kom van Casanova's, handels en borgo. Ze willen dat ik spit de ganse dag. Hoe lang am Broly? Ik had gisteren in mijn hoofd. Ik wou deze bij de vorige post. Maar stonen is je faalhans, lopen to me. Nu zijn de prekken boos en post loon. Ik was altijd belast, hardlopen, kill de long embolie. Ik heb scoren afgemaakt en je wilt me aanvallen via social media? Nou, ik doe de top, ik close, hack je profiel, versier familieleden. Na mijn opleiding haalde ik mijn ribben, terwijl je zat in crime personeel. Je werkte voor een criminele organisatie, mijn missie krijgen gereel. Dus jij had een zwaar leven, hing een kostplaatje voor jou te hoog. Discussie even, maar daarna ging hij zoeken naar een job. Toen, vlak voor je eerste werkdag moest je mee naar het bureau kloten. Ik zocht je op, belde vaak naar je phone. Ik zorgde voor je als broos, een bos ontplooit, verbazingwekkend. Hij is even door catchhoop, je kon het solo niet meer volhouden. Ik moest je leren te praten van begin af aan. Moeilijke periode, schrik, zag medicatie heb. Hij moest blij zijn, maar gun niemand zomaar als stad uitgegund. Je krijgt een opstootje, vocht met de groep, gesproken van geluk. Dat je bij bewustzijn kwam, ben nog hetzelfde als de persoon ervoor. Hij deelt mij na, maar tegenovergesteld, ik veeg hem van de poort. Hij doet als spelbreker, ik was daarentegen matchmaker, dress to kill. Al dat geweld houdt de mens niet heel, regel was het scare miss. Liet geen werk als geschiedschrijver, Hitler op zijn last day zelfmoord. Ik dacht alleen aan Engel, ladies and gentlemen, bla 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 enzovoort. Ik heb alles bereid, ik had veel opgeofferd en uitgesteld, stom. Heel de regeringsvormers bezweren voelen met een error. Iemand gooide mij suikerstok op de grond, daar was de maat vol. Omdat ik niet moest lachen om een flauwe mop, kou werd verstopt. Daarna stippelde mij vluchtgoed uit, maar hij sloeg mij op de mond. Mijn vriend stond op, maar ik kreeg ook klak op zijn kop. Vernederd, hij had nodig zorg nodig, maar ik was met grote jongens Tobeko. Hij kreeg uiteindelijk klappen terug en moest niet verzollen met ons. Want de sokken wordt niet geboren, er zijn weinig mensen die aborten supporten. Dat jij kwam uit je woonderswamp, ik hou nou alles voor mogelijk. Jij bent mijn slachtoffer.